Deze doordeweekse dag is te klein voor ons twee. Geniet van deze doordeweekse dagen. Dan zullen je laatste zijn. Moest je praten. Zou je wat zeggen? God damn it. Was je te veel weg aan het dromen op die banaan? Nee. Maar hoe is je banaan? Dat is een lekkere banaan. Maar we moeten net uitkijken dat ik het niet te erotisch eet, hè? Want dan... Ja, dan dat komt terug als we een groot YouTube kanaal zijn. Dan gaan ze photoshoppen en zo. Ja. Dat wil je niet. Hey jongens. Als ik een sekstape uitbreng, dan doe ik het zelf. Ik heb nog een vraag voor jullie. Is jullie al eens opgevallen dat daar een fucking lantaarnpaal staat? Dat is me echt nooit opgevallen. Dat is eigenlijk best wel raar. Ha. Waarom staat daar een lantaarnpaal? Ik ben me er nooit echt bewust van geweest. Ik loop de fucking elke dag langs. Elke dag. En ik zie hem gewoon nooit. Ja, nu al. Maar er hoort daar gewoon geen lantaarnpaal te staan. En dit confirmeert voor mezelf eigenlijk hoe saai het leven ondertussen is geworden in quarantaine. Nou, dit is ook mooi hoe je nieuwe dingen kan waarderen. Maar dat is wel waar. Holy shit, een lantaarnpaal. Howdy partner, see you morgen. Yeehaw! Elke morgen staan ze op, van 9 tot 5 aan de job. En niks meer houdt ze van hun doel. Zijn echte mannen met gevoel. De doordeweekse man, een nieuwe dag.